PSV maakte dinsdag een einde aan het bekersprookje van Spakenburg. Ze wisten te winnen van de Blauwe en staan daardoor op 30 april oog in oog met Ajax in de bekerfinale. Morgen wordt er gestreden tegen Excelsior. Om 8 uur trappen we af in het Philipsstadion. En daar wordt nu nog voor getraind. And also the road at the stadium, now it's open again, but it was also closed, so everything was the... Get it, but you cannot hit them. You have to bring it back to one of the shooting zones, and there you can shoot. If someone cheats by shooting a ball from inside or blocking them or whatever, you lose straight away. You all press up 15 times. You'll be disqualified. Very strict. Van het heden naar het verleden. Op papier is PSV Excelsior historisch gezien niet al te moeilijk. Daarnaast kan het wel eens een doelpuntenfestijn gaan worden, aangezien dit duel bijna een garantie is voor goals. Gerrits. Tweede paal, Dorissen. Die kan het proberen. En scoort. 1-0. PSV scoort gemiddeld 3,5 goal per wedstrijd thuis tegen Excelsior. Willy van der Kuilen en Halvard Toorsen scoorden het vaakst tegen de Rotterdammers, beide 5 keer, waardoor de teller na 22 onderlinge ontmoetingen op 77 staat. Van die 22 wedstrijden won Excelsior er 1, eindigde het 3 keer onbeslist en won PSV er 18. Ook in 1983, en dat zijn ook onze oudste beelden. Schot van richting veranderd, op de paal, mogelijkheid van Aarle, ja hoor, dan toch nog die 1-1. Laag voor, iedereen mist, Torresen, ja, 2-1. Wildschut.
van Aarle. Goed schot van Aarle. Goede redding, maar dan toch. Torresen in de rebound van Storres. En bij PSV een doelpunt. En wederom is het Torresen die scoort. PSV won dus met 4-3. Mark van Bommel maakte er zelf 4 tegen Excelsior in 2003. Brugging. Kijk. En... nu is het raak. Het is Van Bommel die scoort. Al over Ooyer heen. En dan Mark Van Bommel met zijn tweede treffer. Van Bommel kan schieten en scoren. Kersman zelf, daar is Van Bommel. 4 goals voor Mark Van Bommel. En die 7-0 was een evenaring van de grootste thuiszege op Excelsior. In 2006 werd het 4-0 en werden alle doelpunten gemaakt door niet-Nederlandse spelers. Daar hangt Kone en het is 1-0. Haruna Kone met zijn 6e van het seizoen. Het wordt Alex en het is 2-0. Je weet wat er gaat komen, maar je kan er helemaal niets tegen doen. Talsido 3-0. Farfan heeft maar een heel klein gaatje nodig. En dit is een geweldig doelpunt van Salcido. En laten we er dan de laatste 3 ontmoetingen eens bij pakken. In het seizoen 2016-2017 zorgde Davy Prupper op Davy Prupper-wijze voor de 2-0. Daar komt de Prupper met een geweldig loopvermogen en 2-0, jawel. Ja, mooi uitgespeeld, prachtig uitgespeeld. Guardado met een juweel van de paas en natuurlijk die loopactie van Prupper. Maar ja, daar kennen we van, die goede controle en knap afgemaakt. Een seizoen later viel er slechts 1 treffer te noteren. Het was wel een mooie en er kwam op naam van Irving Lozano. De Jong, mooi hakje, Lozano 1-0. Een snelle, vlotlopende aanval, ineens pats, boom. 17e minuut, PSV op voorsprong. Het is een hele mooie. En de laatste onderlinge thuisontmoeting met Excelsior werd met 6-0 gewonnen. Luc de Jong maakte het halve dozijn vol. Malen. Achterlijntje halen, balletje terug, de Jong! En het staat 6-0, ook dat nog. En dat is dan wel een uitslag die zal tot tevredenheid stemmen bij Van Bommel en de zijnen. De teller van Excelsior staat na 22 duels in het Philips Stadion op 12. En de mooiste die wij in ons archief hebben, werd gemaakt door Geert den Oude. Braber. Den Oude, geen buitenspel. Den Oude, blijft hij rustig? Ja, hij blijft heel rustig. En daar is dan dat moment van Excelsior. Daar is dat moment van Excelsior. Het is absoluut geen buitenspel. Ja, dan kan het handje wel omhoog gaan. Maar hoe rustig blijft Den Oude, zeg. En wat krult hij hem prachtig in de kruising. En tenslotte eerder dit seizoen. Toen won PSV in Rotterdam met 6-1. En opende Joey Veerman de score. Hard geschoten en raak geschoten. Dat is heel snel weer binnengepaast. Door de man die als dat geen ander kan. Veerman die dan toch maar weer zijn specialiteit laat zien, hè? En als laatste blikken we vooruit op PSV Excelsior met de trainer. Bespreken we de blessure van Armando Obispo en kijken we nog 1 keer terug op die knotsgekke halve finale in de beker tegen Spakenburg met Ruud van Nistelrooy. Nou ja, het belangrijkste was dat wij voorafgaand aan de wedstrijd, tijdens de wedstrijd, dat wij de focus hadden. En dat we gewoon, dat de spelers gewoon gefocust waren op maar 1 ding. Controle houden, rustig blijven, gedisciplineerd blijven en de wedstrijd winnen. En dat was de hele wedstrijd zichtbaar. En natuurlijk kan je het hebben over niveau of dit of dat. Uiteindelijk was dat het allerbelangrijkste. Want ja, het was natuurlijk de happening van het jaar met tractoren en muziek en vuurwerk en van alles. Dan moet je gewoon zorgen dat je scherp bent en gefocust. Nou, dat waren we. Natuurlijk gaat er zo'n wereldbal in, ja, daar kan niemand iets aan doen. Maar verder was de wedstrijd onder controle en gaan we gewoon lekker naar de finale eind april. Tevreden trainer? Ja, natuurlijk. Want we wisten gewoon NEC en Spakenburg, 2 uitwedstrijden waarin je dus kan laten zien van oké, je duwt... je pusht mee naar boven toe in de competitie en je zorgt dat je in de finale komt. Nou, en dan ga je kijken, oké, wat doet de rest? Wat doet de concurrentie? Tegen wie kom je in de finale? Etcetera, etcetera. Ja, nu is het belangrijk om deze flow en een goede gevoel door te zetten richting morgen.
Die dag erna is er ook een halve finale gespeeld. Knotsgekke halve finale. En uiteindelijk is Ajax als winnaar uit de bus gekomen. Mm. Wat is jouw reactie daarop? Dat de tegenstander Ja, dat is goed. Maar het was beide goed. Ik zei het voor de wedstrijd al. Of na onze wedstrijd, wat ik wilde, werd er gevraagd. Maar ik had geen voorkeur. En dat er komt een winnaar uit, wordt een fantastische finale. Een topwedstrijd, hoe dan ook. En dat is nu dit affiche geworden. Prima. Ja. Er is naar buiten gebracht wat er gebeurd is met Amando Obispo. Die zal dit seizoen niet meer op het veld staan. Hm. Kun je eens in jouw woorden uit proberen te leggen wat er gebeurd is, hoe het met hem is? En hoe staat het ervoor? Nee, kijk, Vitesse uit viel die in en moest hij ook weer uitvallen. Nadat hij een afstandsschot had in het landen, voelde hij wat in zijn knie. En helaas, bij verder onderzoek is gebleken dat een operatie nodig was. Nou, dat is inmiddels in Londen gebeurd, is heel goed gegaan. Dat betekent wel dat hij lange tijd eruit is, zoals ook gecommuniceerd is. En dat is voor het team, voor de club een hele grote aderlating. Want je mist na Mauro ook weer Amando voor een lange tijd. En dus dat is vooral voor de spelers heel vervelend, maar we hebben het nu over Amando, dus voor hem ook een enorme klap natuurlijk. Maar hij is goed geopereerd en nu kan hij op naar volledig herstel. Nou, een breuk in de selectie dus. Hoe is het met de andere pijntjes? Er is behoorlijk wat geklapt daar op het kunstgras. De hoofd Luc de Jong, Xavi is met de grond gelijk gemaakt af en toe. Hoe is het met de geblesseerden? Nee, goed. Uit de wedstrijd van Spakenburg zijn geen blessures gekomen. En Almar Elgazi is hersteld van als kort ziek. Precies, herstelt hij ze bij en Brent Waite is ook weer terug. En Olivier Boscagli, die niet op kunstgras speelt, die is ook terug. Walter Benitez? Die is ook terug. Die is ook terug, ja. Kijk, fijn. Klopt. Ja, morgen dan Excelsior. De vorige ontmoeting 1-6 gewonnen. Is dat nu ook appeltje-eitje? Nee, want het begint gewoon weer 0-0. En je weet dat zij voor degradatie knokken en vechten. Ze hebben een goede overwinning op Cambuur gehaald. Thuis en een gelijkspel tegen Twente. Zij vechten gewoon voor degradatie. Ze gaan alles doen wat in hun mars ligt. Dat hebben we ook in Spakenburg ervaren. En wij moeten scherp zijn, we moeten goed zijn. We moeten laten zien dat we ambitieus zijn in de competitie. Dat we zo lang mogelijk daar druk willen zetten naar boven toe. En als mensen uitglijden, dat wij ons ding doen. En dan zien we aan het einde waar we kunnen staan.